De nieuw weergevonden weg die gedurende jaren in deplorabele staat verkeerde, heeft anno 2020 een geheel andere aanblik. Nadat in 2018 een aanvang werd gemaakt met het project Herinrichten Nieuw Weergevonden Weg, is dit project op dinsdag 12 mei opgeleverd. De straat is over een lengte van 5 kilometer tussen de Indira Gandhiweg en de Magenta Kanaalweg heringericht. De Nieuw Weergevonden Weg voor dat project was aangevangen, dus voor de aanvang van het project, was de weg een 6 meter brede weg met open trenzen, heel wat verzakkingen en heel wat ontwateringsproblemen. Zo is er in opdracht van het ministerie van Openbare Werken en onder supervisie van Bureau Cité een compleet gesloten riolering aangelegd met 100 centimeter duikers. Waarbij ook de omgelegen gebieden, zoals de heer Abelak al uitlegde, zijn aangesloten op dit rioolstelsel. Maar ook al de perceelontwatering zijn op dit rioolstelsel aangelegd. Verder is de weg ook ingericht. Zoals u ziet hebben we de rijbaan die 6 meter al was gehandhaafd. Er is verder nog fietsstrook aan weerszijde aangebracht die visueel ook te onderscheiden is vanwege zijn rode kleur. Ook zijn er langs parkeerstrook over de gehele strekking van de nieuwe weergevonden weg aan weerszijde gecreëerd. Dus eigenlijk voldoende parkeer voor al de buurtbewoners, de verschillende zaken die hier op de weg zijn. Er is ook voetpad gecreëerd. Dat is ook wat meneer Abelak al uitlegde, variërende tussen 2 en 4 meter. De uitvoering op zichzelf van al deze werkzaamheden in fases gebeurt. Er zijn heel wat zaken, dus we moesten dit in fases oppakken. Fase 1 was namelijk de aanpak van het ontwatering. Hierbij zijn de duikers gelegd, de aansluiting van de verschillende perceelontwatering, de inspectieputten zijn gemaakt, het omgelegen gebied, het rioolstelsel is aangesloten. Fase 2 was de aanpak op de wegfundering. Hier hebben we hoekhard opgewerkt, waarbij er een laag van 35 centimeter basecours is aangebracht. Vervolgens hebben we de eerste en de tweede laag asfalt aangebracht, waarna de bestratingswerkzaamheden zijn opgepakt. Vervolgens zijn we overgegaan tot het aanbrengen van toplaag asfalt, dus het laatste laag asfalt. Dit is weliswaar gebeurd in fases van 500 meter. Hierna volgde namelijk de aanbrengen van de fietsstrook en tenslotte de beleiding en de bebording. De uitvoering van de weg heeft weliswaar langer geduurd. Dat ligt ook aan diverse omstandigheden. Maar desondanks al deze tegenslagen is het NVKRMCO toch gelukt om de weg op te leveren voor zijn contractuele oplevering dat vastgesteld is op eind juni 2020. De regering investeert duurzaam om de gemeenschap ook een duurzaam levensstandaard te kunnen geven. En het is een samenspel natuurlijk. Om zoiets tot stand te kunnen brengen, is het de regering die de gemeenschap heeft gekozen, die een verplichting heeft om strategisch duurzame investeringen te plegen. Maar het is ook een ieder die in het verlengde daarvan een bijdrage levert. Of het de private sector is, of het de mens is, de burger, de persoon, de individu. Of het de moeder of de vader is, of het de kind is die daar straks gebruik zal maken om veilig thuis aan te komen. Maar ook de ouders die thuis zitten en niet meer hoeven te stressen dat hun kind overweg is en iets kan gaan gebeuren. Omdat ook die voorzieningen zijn getroffen door een fietspad, een bromfietspad en een looppad aan te leggen. Er is gedacht. Er is uitgewerkt. Men heeft voorbereid, men is in de planning gegaan en dit is uiteindelijk het resultaat wanneer we het hebben over de samenwerking tussen de private sector en die regering, de overheid in zijn geheel. En we bedanken natuurlijk een ieder die op welke wijze een bijdrage heeft geleverd. Omdat wanneer we infrastructuur aanleggen, er geen namen worden bijgevoegd. Het is de regering die het heeft gedaan in samenwerking met, maar het is bedoeld voor ieder in Suriname.
die over deze weg zal gaan in de komende 50, 100, 150 jaren. Naast een vernieuwd en verbreed wegprofiel zijn er nu ook voet- en rijpaden aan weerszijden van de weg en het nodige wegmeubilair. Verder zijn ook de rioleringen vervangen. U weet, de president heeft in het begin van dit termijn, 2015, duidelijk gezegd: er moet een substantieel deel van onze investering gaan in infrastructuur. Kunt u nog herinneren, 2050 het start. Omdat infrastructuur een van de basisrandvoorwaarden is voor productie en FDI's, foreign direct investment. Zo heeft u nog andere randvoorwaarden, we zeggen wetgeving. Wat waarnaar kijkt een investeerder als hij komt? Hij kijkt, is je infrastructuur aanwezig? Is je wetgeving aanwezig om dan zo een investeerder te kunnen faciliteren? Is die energievoorziening goed genoeg? Is je telecommunicatievoorziening, vooral in de moderne tijd, goed genoeg? En we zien dat in de afgelopen periode niet alleen wij geïnvesteerd hebben in deze elementen. Want als we kijken naar wetgeving, daar hebben we een infrastructuur opgezet om te kunnen zeggen, we gaan een volgende stap. We hebben de investeringswet in plaats gebracht die eigenlijk al bestond, maar niet actief was. We zijn gestart met de planning om een structuurplan op te zetten, het hele grondgebied van Suriname te zoneren, dat weet u. Zodat we die wetgeving in plaats hebben en die mensen weten, zonering-wise, daar is bedrijfsactiviteit, daar is woonactiviteit, dat alles is nu gaande. Van het begin in 2015 hebben we de planning zodanig opgekrikt dat dit alles mogelijk is. Maar we hebben ook gekeken naar energievoorziening. Waar we een historisch moment hebben gezien waar we de dam hebben overgenomen en de zekerheid hebben van energie voor de toekomst, wanneer de capaciteit gaat uitbreiden. We hebben gezien het breedbandproject die de telecommunicatievoorziening als randvoorwaarde voor productie en FDI's gezet is. Het breedbandproject om die internetsnelheid en die mogelijkheden van die geweldige ICT, 3G, 4G, allerlei zaken te mogelijk te maken. En infrastructuur. Dat we zoveel hebben in geïnvesteerd, daadwerkelijk hebben gedaan, onze plicht kennende, onze plicht gedaan hebben. Om zoveel te investeren en de belofte na te komen zoals het in 2015 gesteld was. Laten we investeren in die infrastructuur, want niet u gaat die weg eten. U zegt, hoe kunnen die weg niet eten? Het is voor uw kinderen 20 jaar later dat die productie op gang komt en die inkomsten verbreed worden, zodat er genoeg inkomsten is, zodat onze kinderen over 20 jaar genoeg hebben om verder te kijken, laat staan eten. En te zeggen, wat kunnen we verder doen?